Yo, Nintendo fans! In de vorige Pokémon Scarlet video hebben we deze prachtige shiny Citadel gevonden. En nu is het eindelijk tijd voor de normal type gem. Ik heb een Tauros, maar die kent nog niet zulke hele goede aanvallen. Dus we gaan eens even kijken of die een goede TM kan leren. Misschien kan ik er eentje maken. Even kijken hoor, fighting type TM's. Ik kan low kick maken. En de rest nog niet echt. Low sweep hebben we nog. Brick break, die is wel goed. Laten we gewoon low kick maken. Oh, daar heb ik er al één van. Nou, dan hoef ik hem niet te maken ook. Huh, Tauros kan die niet leren? Wat is dit nou weer? Die kent alleen een skere double kick. Nou, dan wordt dit misschien nog een moeilijke gym. Knal in ieder geval lekker de duimpjes omhoog en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt en van Nintendo houden, want dan moet je op dit kanaal zijn. En wij gaan eens even kijken waar de gym is. We moeten door deze straatjes. Super gezellig. Daar achterin is nog een Pokécenter. En hier ergens is de gym. Hier zo, dit gebouw. Is het dit gebouw, hè? Waar is het? Oh, hier is het om de hoek. Oh, nee, Mona is er natuurlijk ook weer. Die zegt, ik zag dat je de gym inliep en toen kwam ik eraan gerend. Sorry dat ik je laatst niet kon battelen. Ik heb je echt niet opgejaagd zodat we konden battelen. Maar hey, nu we hier toch zijn, wil je misschien battelen? Nou, is goed, Nemona. Let's battle. Battle time! Jij en ik, Rikachu. Ja, is goed. Oh, we moeten eerst de gym doen en daarna gaan we blijkbaar battelen. Oké, Nemona, is goed. Hallo, meneer. Welkom in de medaille gym. De gymleader is Larry. En dan moeten we natuurlijk weer een gym test gaan doen. We moeten een speciaal geheim menu gaan samenstellen. En dat moeten we bij de Treasure Eatery doen. Nou, we moeten de juiste bestelling doen en dan moet het lukken. Er zijn mensen die mij hints gaan geven. Oké, nou, helemaal goed. De eerste aanwijzing is hoe de regulars gerechten kruiden. Dus de normale mensen. Hoe de normale mensen hun gerechten kruiden. Oké. Hallo mensen. Wie kunnen jullie mij hints geven? Oh, hier. I'm gonna beat the medaille gym. Oké, jij weet vast wel iets. Oh, moet ik jou eerst battelen? En zij wil natuurlijk ook dat wij onze hint aan haar geven. Oh, dus we moeten deze trainers gaan verslaan en wie er wint, moet ze hint aan de ander geven. Oké, is goed. Go Tauros! Met je double kick alleen. Toch jammer dat hij alleen maar double kick kent als fighting type move. We willen toch wel een sterkere move ook. We kunnen niet eens een gumshoes in één keer uitschakelen. Oh nee, geen super fang. Oh nice, hij mist. Oké, bye gumshoes. Bye bye. Ga maar terug in je pokeball. Dan moeten we nu tegen Greedent. Die gaan we sowieso niet met één double kick uitschakelen. Want die heeft best wel goede defense. What up Greedent? Heb je nog een beetje lekkere berries gegeten? Kijk dan. Oeh, we moeten hem zelfs drie keer aanvallen zo te zien. Oh, hij gaat counteren. Ja, dat is niet leuk jongen. Ik denk dat hij mijn Tauros gaat verslaan. Als hij nou weer gaat counteren is mijn Tauros gewoon kapot hè jongens. Gaat dat gebeuren? Body slam. Oh, daar gaat hij me ook wel mee slopen. Oh, daar gaat hij me niet mee slopen. Wat een geluk. Oh, wat een geluk. Met counter had hij me kapot gemaakt. Goed gedaan. Oké, maar wat is je hint? Kom maar op. Wat is jouw hint? Kijk naar iets vreemds wat niet thuis hoort bij de ijskraamstands. Oh, die zijn hier. Die zag ik net hier toen we aankwamen lopen. Ja, je bedoelt vast niet deze TM die hier ligt. Dat is Reflect. Laten we bij de middelste beginnen. Oh, hij komt uit Kanto. Oké, hallo. Ja, deze crabs die zien er wel oké uit. Oh, dit is de ijskraamstand. Chocola, strawberry, knuckly. Oh, ja, dit. Gegrilde rijstballen. Die horen hier niet thuis. Weet je, ik koop er ook gewoon gelijk één. Gegrilde rijstballen. Oh, moet ik die gelijk... Oh, die gaan we gelijk eten. Lekker choppen, teampie. We gaan ijsballetjes choppen. Om, nom, 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 nom. Ik bedoel rijstballen. Zei ik ijsballen? Deze dingen in ieder geval. Oké, dan moeten we nu nog andere mensen gaan zoeken die ook die test aan het doen zijn. Misschien die meid daar zo, die hier zo staat. I've got to order that secret dish. Ja, zie je wel. Kom maar op. Ursaring, oef. Oef. Best goede Pokémon. Maar die zouden we natuurlijk ook gewoon moeten kunnen verslaan. We moeten hem twee keer raken met double kicky. Wat ga jij doen? Wat doe je? Oh, play nice. Oké, mijn aanval is nu naar beneden. Ik ben benieuwd of we hem alsnog kunnen verslaan nu. Ik denk het net. Ja, kijk, we redden het gewoon. Oké, toppie. Oh, dat was het, dat was het. Oké, Tauros een level omhoog. Ah, die wil Raging Bull leren. Wat is dat? Ik denk dat hij confused raakt daarmee. Ah, weer een normal type move. Hij gaat tekeer als een hele boze stier. De move die hangt af van de vorm waarin de Pokémon is. Dus misschien als wij geterrestrialized zijn, dat het dan een fighting move wordt. Of misschien sowieso wel. En hij kan barrières doorbreken zoals Light Screen en Reflect. Oeh, die wil ik zeker in plaats van Headbutt. Klinkt als een hele goede move. Zijn we misschien net op tijd klaar voor de gym met deze move? Maar wat is jouw hint, mevrouwtje? Kijk uit naar een
donkere plek omgeven door trappen. Dat is letterlijk hier. Dat is letterlijk hiernaast. Dit is al de donkere plek wel zijn. Er staat hier iets geschreven en er staat Fire Blast. Oh, dat is onze volgende hint. Fire Blast. Dus we moeten op zoek gaan naar wat de regulars willen voor menu. Ik denk dat de regulars dan belangrijk is. Verder hebben we Fire Blast en gegrilde rijstballen. Is er nog iemand waarschijnlijk wel? Meestal zijn er drie mensen of drie clues die je dan moet vinden. Oh, hier. Hier staat er nog eentje bij een Lechonky. Ja, nice, nice, nice. Dunspars. Nou, we gaan Raging Bull eens even proberen zonder dat we terrestrializen. Zou die... Ja, hij is super effective. Oh, dan is dit lekker, man. Dan is dit lekker. Heerlijk. Oké, kom erop met die hint. Luister naar een blauwe vogel-Pokémon. Gaan we een blauwe vogel eten of zo? Oh, hier. Hier is een meneer met een blauwe vogel. Met Squawkabilly. Talkabilly, Talkabilly. Maar ik kan niet met hem praten. Oké, ik ga even in en uit het gebied, hoor. Soms wil dat nog wel eens helpen. Waarom kan ik niet met jou praten? Nou, het zal wel. We moeten hier zijn. Dit is de plek waar we het menu moeten gaan bestellen. Hallo. Heb je ons speciale menu kunnen vinden? Oh ja, dit is de gym test. Nou, let's go. Ja, geen idee wat die blauwe vogel dan ermee te maken had, hoor. We gaan natuurlijk voor de gegrilde rijstballen. Dat hadden we gevonden. Small, medium. Large. We moesten voor de regulars. Dus ik denk dat de regulars een medium nemen. I don't know. We willen een fire blast stijl. Willen we kaaspoeder, limoen of iets? Nee. Heb ik niks over kunnen vinden. Is dit een goeie? Oh, nee, nee. Het was niet goed. Oké, nog een keer proberen. Deze was sowieso goed. Ik ga nog steeds voor medium. Fire blast was sowieso goed. Laten we voor lemon gaan op het einde. Oh, er gebeurt iets. Ja, er gebeurt iets. Er moest nog een citroentje bij. Ja, lekker. Dat was hem. Oh, en daar is de dojo. Heel cool. Lekker, man. Lekker. Oké, iedereen is er klaar voor in het team. Vooral Tauros natuurlijk. Die moet het even gaan doen. Larry! Larry is backstage. Oh, Larry is niet backstage. Die zit hier gewoon chill casual aan de bar. Wat de baas. Hallo, ik ben Larry. Ik moet hier als gymleader werken. Goed gedaan, jongen. Misschien moet je ook een keer de andere menus proberen, want alles is zo lekker hier. En mijn baas die betaalt me minder als ik te veel blijf praten. Laten we gewoon battelen. Hij heeft er heel veel zin in, zo te zien. Maar niet heus. Met zijn mooie tasje ook. Zitten daar je pokeballs in, vriend? Dankjewel dat je vandaag bij ons besteld hebt. Ik, Larry, sta tot jouw beschikking. Ik vind hem wel cool. Ik vind het leuk dat we een keer een normal type gym hebben. Volgens mij hebben we dat letterlijk nog nooit gehad in een Pokémon game. Komala! Ik ga gewoon gelijk terrestrializen. Ik bedoel, dit is de enige die fighting type moves kent. En fighting is het enige wat super effective is tegen normal types. Dus let's go. Terrestrialize, bam. En dan gewoon volledig Raging Bull, jongen. Let's go! Terrestrialize Orb. Bam. Go Tauros. Super fighting Pokémon. Met je boxhandschoen op je hoofd. Raging Bull. Daar kom ik. Raaah. Komala is in één keer weg. En onze shiny Staterol ging een level omhoog. Nu moeten we tegen de Dunspars. Is het de echte Dunspars? Hij is gewoon wat langer. Ziet er hetzelfde uit. Maar hij heeft gewoon een extra stukje ertussen gekregen. Let's go. Oké, dit is wel easy, man. Met deze move is het opeens easy geworden met Raging Bull. Ik ben wel blij dat ik ook een beetje getraind heb dat we die move in ieder geval kennen. Oh, nu is het de Raptor. Ik ben benieuwd of mijn Terrestrialize weggaat op het moment dat ik switch. Stel, ik wil hierna weer opnieuw Tauros in de battle gooien. Is die nog steeds geterrestrialized? Geen idee. We gaan het zien. In ieder geval, Kyloa Trail mag ook wat doen. Daar komt de Raptor. Oh, dat is ook zijn laatste Pokémon. Oh, joh. Nou, dan gaan we voor Sparky. Hij zegt, ja, je bent wel goed. Misschien verlies ik dit wel. Oh, hij wordt aangemoedigd door de kok. Kom op, Larry. Er wachten hongerige klanten. Laat ze juichen, alsjeblieft. Oh, kijk, ja, allemaal fans, joh. Of gewoon mensen met honger. Dat kan inderdaad ook. Nee, kijk, toch wel een klein beetje fans. Het zijn twee vogels tegen elkaar. Kyloa Trail tegen Staraptor. Let's go. Staraptor gaat natuurlijk nog terrestrializen. Kom op, Larry. Wel een beetje je best doen, hè, met je drie Pokémon. Ja, 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 daar gaat hij, hoor. Daar is die. Staraptor! Die wordt nu normal tijd, dus ik weet niet of mijn move nog super effective is eigenlijk. We gaan het wel zien. Ik ga in ieder geval sparken. Oh, kijk, die is helemaal niet meer super effective. Deze Staraptor, ja, dit is een dingetje. Ik denk dat deze Staraptor echt voor problemen gaat zorgen. Auw. Kijk hoeveel pijn dat deed. Ik ga voor dual wingbeat. Mijn Kyloa Trail gaat down. Ik vind het een beetje sneu. Een beetje sneu en jammer. Opeens gaat hij helemaal los, joh. Ik ga toch weer Tauros sturen, hoor. Ja, en die is nog steeds geterrestrialized. Oké, dan is in ieder geval de aanval van Staraptor nu wat minder. En dan gaan we maar voor Zen Headbutt, denk ik. Oh ja, Aerial Ace natuurlijk. Ja, niet zo chill. Niet zo chill. Nog een keer Aerial Ace.
Man, ik wil Tauros het eigenlijk wel laten overleven. Oeh, ik heb hem bijna down. In dat geval gaan we dit fixen met een Hyper Potion. Dat was een hele chille critical hit. En dan moeten we het nu afmaken. Hopelijk heeft hij geen critical. Nice. En raken we hem met zijn headbutt. Ik dacht al dat ik deze zou gaan missen, hè. Ik had al zo'n voorgevoel. Dat gebeurt altijd. Nou, dan moeten we het nog een keer proberen zo. Oh, ik heb de verkeerde potion gebruikt. Serieus? Ah, gaat lekker dit. Nou, dan gaan we maar voor Assurance om het af te maken. Ik krijg nog een Aerial Ace op mijn hoofd. Maar nu is het klaar met Staraptor. Die best wel lekker bezig was, man. Nice. De eerste twee Pokémon gingen met één klap down. Maar die Staraptor had ik wat meer moeite mee. Misschien dat ik ook wel gewoon mijn fighting type move kunnen gebruiken achteraf gezien. Maar maakt niet uit. We hebben hem verslagen. Ja, Larry. Jammer, joh. Mag ik alsjeblieft de normal type gym badge? Larry zegt, je bent wel sterk, hè? Ik heb mijn pokerface aan je moeten laten zien. Ik heb verloren, dus hier krijg je de badge. Maar, Oh, hij heeft honger. Zijn maag knort. We gaan lekker samen happy eten. Lekker, man. Nom, 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 nom. Ik vond dit wel leuk. We kunnen nu Pokémon tot level 45 vangen. Die blijven luisteren. En we krijgen nog de TM25. Verseed. Ja, die was wel goed, man. Die is twee keer zo sterk als je poisoned, burned of paralyzed bent. Sick. Moeten we even onthouden. Ja, en volgens mij wilde Nemona nog met mij battelen. Hey, daar is Gita. Die is echt weer een gymleader verslagen. Goed gedaan. Rika informeerde me al dat er een hele bijzondere trainer was waar ik op moest letten. En ze bedoelde jou. Ik heb je laatste match gezien. En ja, dit was best wel bijzonder. Ga zo door en dan word je misschien nog Pokémon kampioen. Ik ben erg geïnteresseerd om je uit te nodigen voor de Pokémon League en... Oh, daar komt Nemona. Die heeft het team klaar voor een battle. En ze hebben ook net gekeken naar mijn battle. En ze zegt, La Primera hier met Rickachu. What? Nemona zegt, ja, ze is de echte nummer 1. Daarom heet ze La Primera. Of iedereen noemt er in ieder geval La Primera. Ze is nog sterker dan ons, de gewone kampioenen. Ze is de topkampioen. En voorzitter van de Pokémon League legt ze nog even uit. We beginnen beroemd te worden, want Gita, die komt speciaal voor mij hier naartoe. Nou, leuk joh. Nemona zegt alleen, ja, maar je mag Rickachu niet stelen, want ik heb hem als eerst gevonden. Oké, we gaan battelen. En Gita komt ook nog eventjes naar deze match kijken. Nou, helemaal goed joh. Laten we het proberen. Ik ben soort van ready. Ik moet alleen nog even mijn Pokémon healen. Ik vind haar echt cool eruit zien trouwens. Ik zou een statue van Gita willen. Ik vind haar een van de tofste uitziende karakters in de Pokémon games ooit. Nou, Nemona legt nog een keer uit dat als we alle badges hebben gehaald, dat we naar de Pokémon League mogen. En die is in het noordwesten van Mesa Goza. Oh, Gita die hield mij nog even. Nou, dankjewel. Dat had ik inderdaad wel nodig om dat al mijn Pokémon gewoon fit waren. Nu gaan we battelen. Gewoon midden op straat hier. En Gita die kijkt er gezellig naar. Oké, dan. Oké, let's go Nemona. Let's go. Laat maar zien wat je hebt. Welke Pokémon neem je mee voor mij? Lycanroc. En ik heb Tauros. En dat is natuurlijk super nice. Want die kan keihard raging boelen. Oh, maar hij begint met een quick attack die mijn 9 HP eraf snoept. Dat is niet heel veel. Ja, dit is easy, man. Dit is easy, Nemona. Sorry. Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Sorry, Lycanroc. Oh, wat ziek idee. Nu komt er een Goomy. Oh, dat is een Dragon-type. Dan kunnen we Citadel gaan doen. Yay! Citadel! Shiny Pokémon! Whee! Oké. Ik ben wel langzamer. Ik krijg een Dragon Pulse op mijn hoofd. Maar ik heb Avalanche voor jou klaarstaan, Goomy. Hoppakee! Nice. Dit gaat soepel. Oeh, de eerste Pokémon van mij is level 40 geworden. Dat is Quackwavel. Maar het is nu tijd voor Klotsaier. Daar is die, hoor. Die moet tegen Palmo, de evolutie van Palmo. Ja. Nou, ik weet... Nee. Ik vind het een hele zwakke evolutielijn, als ik heel eerlijk ben. Let's go, Mudshot. Niet zo'n hele sterke aanval. Ik moet gewoon nog een sterkere ground-type move gaan leren, zoals Earthquake of zo. En dan is Klotsaier echt unstoppable. Dat is een van de beste in mijn team, denk ik, hoor. Ook door die Water Absorb Ability kan ik niet aangevallen worden door wateraanvallen. Dat is heel nuttig. Moeten nu tegen Skeledurgen... Ja, dat is haar starter, denk ik. Oh, de eindevolutie van Fuecoco. Eindevolutie battle. Hier is mijn dansende eend. Hoe ziet jouw Pokémon eruit dan? Laat maar zien. Skeledurge. Oh. Oh, die is best wel cool, man. Wacht, ik wil nog niet gelijk battelen. Ik wil eerst zien hoe die eruit ziet. Kijk, oh, hij heeft een vuurvogel op zijn hoofd. Daarom had de vorige evolutie natuurlijk een ei, een vuurei. En nu is het een vogel geworden. Misschien heb ik een beetje spijt dat ik Fuecoco niet heb gekozen. Alhoewel, ik begin wel te wennen aan zijn gekke dansjes. Ik begin er een klein beetje van te houden. Het begint te wennen. Ik word er wel een beetje zenuwachtig van hoe die de hele tijd zo... staat te dansen. Maar... Oh ja, Terrestrializen. Weer vergeten. Hij heeft nu een kandelaar op die vogel gezet. Doe een beetje voorzichtig met je vuurvogel, man. Ik ben alsnog sneller. Aqua Step. Ja, ik had ook moeten Terrestrializen, jongens. Kijk hem gaan, jongen. Ik ga echt stuk om mijn dansende eend. Wat een gast.
Oh, hij doet Torch Song. Geen idee wat dat is. Oh, daar zitten we. Oh, hij stuurt die vogel op me af. Super gruwelijke aanval. Dat zag er heel cool uit. Die vogel ging op een stokje zitten en dan bam, stuurt hij die vogel naar me toe. Heel cool. Maar ja, het einde is nabij, jongen. Het einde is nabij, want ik heb natuurlijk gewoon water en dat wint altijd van vuur. Sorry, man. Ik vind jou wel vet. Eerlijk is eerlijk. Ja, Nimona, heb ik je weer verslagen? Wat deed hij nou? Hij deed gewoon de shake. Zo. Het is echt een beetje een gekke vogel, hoor, die ik nu in mijn team heb. Hé, hey, we krijgen een applausje van Gita. Nou, dankjewel. Als we een applaus krijgen van de voorzitter van de Pokémon League. Nou. Nimona zegt, sinds ik jou heb ontmoet, weet ik één ding zeker. Jij gaat ook een kampioen worden. Ik twijfel er niet over, Rikachu. De rest van de gyms, je gaat ze pakken. 100%. Geen probleem. Hier, ik heb zelfs nog een cadeautje voor je. Terra Blast. Als de gebruiker terrestrialize, dan doet hij damage aan de hand van zijn type. Zijn Terra type. Oh, en hij doet damage met attack of special attack. Whatever het hoogste is van de gebruiker. Oh, dat is super nice. Dat is echt heel nice. Moeten we even goed nadenken aan wie we die willen leren. Dankjewel, Gita. Dus even kijken wat we nu kunnen gaan doen. We hebben bijna alles aan de onderkant van de map al gedaan. Dus misschien moeten we naar deze Titan. Of is het niet een Titan? Ja, het is de Quaking Earth Titan. Ik vond dit in ieder geval weer een superleuke aflevering. Als jij het ook vond, dan weet je wat je moet doen. De duimpjes omhoog, abonneren, belletje aan, alles. En dan mis je geen enkele video. Mazzel!